En dan gaan we nu over naar Peter Jansen en Hanneke Kloosterboer. Kom maar even naar voren. Dijken inspecteren is ook, is ook veel techniek. En de techniek staat nooit stil. Dus de vraag is altijd, wat doe je ermee, wanneer en hoe? En hoe zorgen we dat het betrouwbaar is? En jullie gaan ons daarin meenemen, toch? Ja, dat is het idee. Oké, okay, ja. Nou, veel succes. Dank u wel. Oh, en hier, techniek staat voor niks. Welkom allemaal. Het is leuk om hier het verhaal met z'n tweeën te mogen doen. Hebben we ook bewust gedaan, want Peter weet hartstikke veel van meettechnieken. Ik weet wat meer van visuele inspecties, dus we gaan kijken of we die overbruggingen kunnen maken en of we straks samen op het bruggetje uitkomen. Ik ben Hanneke Kloosterboer, beleidsadviseur bij AMA's. En ik heb de afgelopen jaren bij AMA's onder andere het inspectieplan waterkeringen geschreven. En in die hoedanigheid sta ik nu ook hier. Ja, en ik ben Peter Jansen. Ik werk bij Waternet, nu als teamleider waterplannen. Daarvoor was ik ook asset manager voor de waterkeringen bij Waternet. Ik ben bestuurslid ook van de stichting Eikdijkvlotcontrol, waar we al 10 jaar lang bezig zijn met nieuwe meetsystemen en nieuwe informatie. En daarnaast ook bestuurder van de stichting Wetskills, waar we juist met universiteiten samenwerken om internationaal te kijken, kunnen we samen met de watersector ook zaken oppakken. Dus ook daarin probeer ik ook zelf te overbruggen. Dus volgens mij past dat helemaal ook in het thema van vandaag. Ik wil jullie eerst even vragen om allemaal te gaan staan. Net werd door Ellen gezegd, blijf rustig zitten. Ja. We gaan het even omgooien. Ah, dat ziet er al veel overbrugbaar uit, zo vind ik. Ja. Dan komen we ook echt in beweging. Jullie voelen al een stukje dichterbij dan toen net. Ik heb zometeen 7 punten voor jullie. En ik ben benieuwd wie er tot op het laatste blijft staan. Want in 2004, toen we begonnen met de inspectiedag waterkeringen, weet ik zeker, schermpje valt uit, dat jullie allemaal nog geen tablet hadden. Maar daarom wil ik gaan kijken, wat voor instrumenten hebben jullie allemaal gebruikt de afgelopen jaren? Ik ga even beginnen met een opwarmertje. Pen en papier. Dan zou ik jullie willen vragen, op het moment dat je hier de afgelopen 14 jaar geen gebruik van hebt gemaakt in je werk, om te gaan zitten. Ah, we gaan 1 zitten, dan 2. Nou, dit is op zich geen hele verrassende uitslag. Hebben we er nog eentje. Een mobiele telefoon. Wie heeft er de afgelopen jaren geen gebruik gehad van een mobiele telefoon? Mag heel rustig gaan zitten. Nou, dat is wederom geen verrassende uitslag. We gaan hem een klein beetje moeilijker maken. Een laptop of een computer? En wederom blijft het verrassend stil. Een smartphone. Nou ben ik benieuwd. Gaan er al mensen zitten die in hun werk geen gebruik hebben gemaakt van een smartphone tot nu toe? Dat gaat best beter. We zien hier al een kleine overbrugging tussen visuele inspecties en meettechnieken. Nou, deze dingen hebben allemaal een stekker. Een tablet die met wifi werkt. Ah, kijk eens. Het begint langzaamaan te zakken. Het wordt al ietsje leger voor mij met staande mensen. Maar nog steeds stelt me dit best wel gerust. Maar het gaat nu wel moeilijk worden, want ik heb nog 2 attributen die jullie wel of niet kunnen gebruiken. Een tablet die overal en altijd online kan. Wie die niet heeft, die mag gaan zitten of niet gebruikt. Ja, kijk. (4G. In de toekomst 5G zal het worden. Nou, kijk eens even om je heen of je buurman of buurvrouw nog staat. Ik ben heel even benieuwd naar de vingers. Wie is er van de mensen die nog staat? Dijkinspecteur. Nou, kijk, dat is mooi. Oké. Nou, als je hem hebt, dan mag je blijven staan. Dan ga ik hem kritischer maken en hier ben ik heel benieuwd of er mensen blijven staan. En dat is, wie maakt er in zijn werk gebruik van een drone? Ja, kijk. En we goed tellen, volgens mij zijn het er 4.
Kijk goed wie deze mensen zijn. En in de pauze schiet ze even aan en wat het mensen oplevert. Maar dan ben ik nog wel benieuwd. En wie van deze vier mensen is dan ook dijkinspecteur? Ah, kijk, we hebben één dijkinspecteur met een drone. Applaus. Dat is wel, dat vind ik fantastisch. Geweldig. Nou, dit was even een mooi inkijkje in wat voor technieken gebruiken we nu op de dijk voor onze visuele inspecties. Maar ook voor allerlei andere werkzaamheden als gewoon een notitie tikken bij een bestuursvergadering. Wat ik wil doen is even in stapjes van 4 jaar gaan kijken wat hebben we de afgelopen jaren gedaan. Dan moet ik heel eerlijk zeggen, in 2004 was ik net 2 jaar van de middelbare school af. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb de verslagen van de kennisdagen teruggelezen en wat mij opviel is dat er al 35 marktpartijen waren die zich hebben gepresenteerd op de allereerste kennisdag in het AVO-droom in Lelystad. Samen met de waterschappen en samen met Rijkswaterstaat. Ik vind dat zelf een hele mooie ontwikkeling die je de afgelopen jaren steeds kunt blijven volgen. Markt en overheid werken intensief samen en zijn ook helemaal niet bang om kennis te delen. En ik denk, daarmee overbruggen we al een hele grote kloof en zijn we ook niet bang van elkaar, maar kunnen we elkaar juist versterken. Er is ook gestart met het programma Verbeteren Inspectie Waterkeringen. We hebben toen de gebeurtenissen gehad, onder andere in Wilnis, waarvan we zeggen van nou, kunnen we hier niet nog een flinke slag in maken rondom onze inspecties en de verbetering daarvan. Daar zijn we mee gestart. En wat ik een hele leuke quote vond, of eigenlijk een stelling van toen, laten we eerlijk zijn, visuele inspecties anno 2004, dat is echt niet meer van deze tijd. We staan hier, we hebben het nog steeds over visuele inspecties, dus volgens mij hoef ik het niet uit te leggen dat die stelling is ontkracht. Maar op dat moment was dat een hele lekkere, prikkelende stelling. In 2004 had ik net een telefoon met zo'n klein antennetje erop. Ik kon 2 regeltjes sms'en lezen en daar was ik super trots op. Ik zag gisteren dat in 1996 al de eerste smartphone bestond, dus ik liep enigszins achter. En we wilden eigenlijk heel eventjes vragen. Hè. We hebben net gezien, veel mensen maken al gebruik van een tablet. Er zijn zelfs mensen die al gebruik maken van een drone voor hun inspecties of voor andere werkzaamheden. Maar dit plaatje was 20 jaar geleden vrij simpel te beantwoorden. Wie is de dijkinspecteur? Ja, dat is zeer waarschijnlijk de man die boven op de grasmat staat met een prikstok. Maar inmiddels is het ook veranderd. En zou je eigenlijk de man die hier beneden op het scherm staat ook een dijkinspecteur kunnen noemen. Alleen hij kijkt van een afstandje. Peter gaat jullie er zo meteen wat verder in meenemen, want je kunt tegenwoordig ook heel goed in de dijk kijken. 2008, 4 jaar verder. Het verbeteren inspectie waterkeringen. Daar zijn een aantal verbeterpunten uitgekomen. Van jongens, zorg dat je je inspecties wat objectiever maakt, kwalitatief beter, dat je ze gaat vastleggen, je resultaten, maar ook je inspectieproces. En zorg dat je de kwaliteit van je inspecteurs, dat je die veel beter nog gaat opleiden en trainen. Dit is onder andere opgepakt door een groene versie te maken van de handreiking waterkeringen. Dat is een aanleiding geweest om te kijken van, nou, hoe kun je het proces gaan vastleggen. Maar ook met de start van de opleiding visuele inspecties waterkeringen. Hiermee kun je ook ervoor zorgen dat je landelijk de kwaliteit omhoog haalt. En dat het niet meer afhankelijk is van degene die daar op dat moment op de dijk staat. En sinds 1 jaar is de helpdesk water in de lucht. In 2008 werkte ik inmiddels bij een adviesbureau en had ik nog steeds een mobiele telefoon. Ik kon al wel wat meer regeltjes tekst lezen en een laptop waar ik bijzonder verguld mee was. En in 2012, weer 4 jaar later, zijn we gestart met de PIW 2.0. Er zijn een heleboel verbeteringen doorgevoerd. De Digispectie-gids en de Digispectie, ook onder andere in apps, heeft een hele vlucht genomen en wordt ook al heel actief gebruikt. Dit zorgt er heel goed voor dat je de vastlegging beter garandeert. Nou, we zagen toen straks heel mooi in het verhaal van Vera dat je ook in Amerika een digigids hebt met Amerikaanse voorbeelden. Wie weet is daar nog een mooie uitwisseling in te vinden. En de handreiking inspectie waterkeringen, die is inmiddels een blauwdruk geworden. En sinds 2012 is het ook mogelijk om je te certificeren. Ik ben heel even benieuwd, zitten hier gecertificeerde dijkinspecteurs in de zaal? Handen omhoog alsjeblieft. Kijk eens. Nou, dan heeft als het goed is iedereen ongeveer dezelfde kijk op de dijk. Hartstikke mooi. Ik was me in 2012 nog ontzettend aan het verzetten tegen een smartphone. En ik denk dat het een heel mooi moment is om Peter mij te laten overtuigen waarom ik daar misschien wel naartoe moet. Ja, dankjewel Hanneke. Ja, ik wilde je eigenlijk niet vertellen van wat we allemaal al kunnen en hoe het allemaal, maar hoe is het eigenlijk mogelijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat het kan?
Dus ik wil graag ook jullie meenemen in de wondere wereld van dat hele technologie. En van, ik ben namelijk enorm fan van technologie en nieuwe dingen en gadgets. Het kan mij niet gek genoeg. En ik vroeg me af, wie kent deze meneer? Ja, je mag gewoon je hand opsteken. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Bijna niemand kent deze meneer. Dit is Bob Kahn. En Bob Kahn is een Amerikaan, een wetenschapper, een onderzoeker. En die had het in 1974 al over het internet. Het connecten tussen verschillende netwerken had hij het over, maar ook op technologiebasis. En deze meneer heeft het eigenlijk mogelijk gemaakt dat die computers met elkaar kunnen praten. Deze heeft het internetprotocol bedacht, het IP-adres, wat de meeste mensen wel kennen. Maar wij hadden, dat is zo'n visionair, zo'n man die dat allemaal kan. Dan dacht ik, wauw, dat is geweldig. Hadden wij nou in Nederland ook zo'n visionair? Ja, wij hadden in Nederland ook zo'n visionair. En daar was ik zo fan van. En dat is deze man. Ja. Kennen jullie? Ja. Ah, die kennen jullie wel. Die kennen jullie wel, ja. Dit, dames en heren, is Giet Tietula. Een wetenschapper, een natuurkundige, een onderzoeker. Maar dit is ook een visionair. Deze man had het altijd over de toekomst. Het huis van de toekomst. Het leven in de toekomst. En er is een, ik heb een beetje zitten googlen, maar er is een filmpje op internet te vinden van deze man. En daar is hij aan het rondfietsen op een fiets in 1985, hebben we het dan over. En dan heeft hij zo'n heel groot accu op zijn fiets gelast. En dan heeft hij zo'n ouderwetse draaitelefoon, echt nog van de PTT. En dan gaat hij hem zo, en dan is hij aan het fietsen tijdens de uitzending en dan gaat zijn telefoon. En dan neemt hij op terwijl hij fietst. Nou, dat duurt echt 2 seconden. Hij zegt, ja, oké, bedankt, tot ziens. En dan hangt hij weer op. Maar hij wil eigenlijk alleen maar aangeven, dames en heren, dat is de toekomst. Hij zegt, dit is wat we naartoe gaan. Want de businessman, die wil straks ook zaken doen. En in de stad ga je straks je auto niet meer kwijt. Want het wordt allemaal veel te duur. 1985. En Giet Tietula was ook al in 1969 erbij met de landing op de maan. Die heeft live verslag gegeven van de landing op de maan. En daarna had hij een programma, dat was Tros Wonderenwereld. En daar ben ik eigenlijk mee groot geworden. Tros Wonderenwereld. En elke week zat ik weer voor de buis en dacht ik, wauw, dit is toch te gek. Als je dat kan, toen dacht ik, als je zo slim bent om je leven zo makkelijk te maken, dat wil ik ook. Nou, zo ben ik eigenlijk continu bezig geweest. Hoe kan ik ook? En dat heeft eigenlijk heel veel mensen geïnspireerd. En dan zag je ook Frans Bromet. Dat is een documentairemaker, ook heel bekend. Met name van Burenruzies. Maar hij heeft ook wel eens andere dingen gedaan, hele documentaires gemaakt. En die is in Amsterdam, in 1998, heeft hij een documentaire gemaakt over mensen die al een mobiele telefoon hebben, ja of nee. En dan moet je voorstellen dat in 1997 Google is opgericht. En in 2002 kwam de Nederlandse versie van Google. Dus dat is een beetje het tijdstip waarin we leven. Dus dan zal ik u nu een klusje laten zien. En daar komt hij bij deze. Geniet ervan. Heeft u een mobiele telefoon? Nee. Waarom niet? Nou, dat heb ik. Ik word toch niet gebeld of zo. Heeft u een mobiele telefoon? Nee hoor, heb ik niet. Waarom heeft u er geen? Nou, ik zie dat er niet van in. Dan ben je op de fiets en dan word je gebeld. Vind je het belangrijk om bereikbaar te zijn? Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk. Ik heb een gewone telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben? Dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel mijn telefoon zelf, een boerderij en een boer met een telefoon. Mijn antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Ik denk terug te bellen als het is wel, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik het niet nodig. Maar het lijkt me heel niet leuk om altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. We hebben jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Dus wat je hebt wel hoog namelijk problemen, denk ik. Maar ik hoef niet tikkel te doen, zo'n piepting en te accepteren en zo. Mensen mij bereiken wel. Ik weet nu al over mijn lucht. Ik ben ook gelukkig zonder. Ja, mooi hè? 1998. En als we dat nou kijken ook naar wat Hanneke net zei. Ja, 2004, visuele inspectie, eigenlijk helemaal niet meer van deze tijd. Ja, wat is er eigenlijk gebeurd in die afgelopen 30 jaar? Moet je eens kijken. Eigenlijk zit nu tegenwoordig overal technologie in. He, in fabrieken, in de gemiddelde auto zit al meer software dan dat we in de koelkast hebben zitten bijna. En als je kijkt naar al die verschillende dingen, dan denk je, het gaat allemaal over informatie.
En het gaat allemaal over meten. En het gaat allemaal over monitoren. En dat is eigenlijk ook wat je thuis ook al doet. Want in je privéleven doe je eigenlijk al meer meten dan dat je denkt, volgens mij. Want wie heeft er al zo'n slimme energiemeter? Ja, kijk, zie je, 1, 2, 3, 4, dat gaat al de goede kant op. En waarom hebben we nou zo'n slimme energiemeter? Waarom monitoren? Waarom heb je nou zo'n appje waar je thuis kan, dat je kan zien dat, nu gaat iemand de koelkast open doen. En nu gaat het licht aan, de televisie doet het nu ook. Er zal mijn vrouw wel thuis zijn, of de kinderen zijn nu aan het wieën of gamen of weet ik wat ze aan het doen zijn. En je kan dus continu je stroomgebruik zien, gerelateerd aan het apparaat. Ondertussen wil je ook weten hoe dat werkt. Wie heeft er zonnepanelen? En wie heeft er dan ook zo'n appje om die zonnepanelen te checken? Ja, precies. En waarom doe je dat? Wouter, waarom check je thuis je zonnepanelen? Nou ja, exact. En volgens mij is dat ook wat we doen met de dijken. Volgens mij wil je ook weten, wil je je investering terugverdienen? Wil je de juiste dingen doen? Dan moet je weten hoe je dijk erbij ligt en wil je weten hoe zo'n dijk functioneert. En dan wil je niet overal maar klein tegen de dijk rijden, maar wil je kijken hoe je het heel effectief en efficiënt moet doen, omdat het heel veel geld kost. En dat hele effectief en efficiënte, dat is precies volgens mij wat we nu ook al kunnen. En doordat alles aan elkaar connected is, dus die Internet of Things, zoals dat dan tegenwoordig zo mooi heet, kan je heel veel dingen aan elkaar relateren. En kan je dus ook kijken, ik was toevallig gisteren op het nieuws dat er ook nieuwe zonnepanelen zijn ontwikkeld in China, die het ook doen als het regent. Dus als de regendruppeltjes erop vallen, maken ze ook energie. Toen dacht ik, wauw, water maakt zometeen ook energie. Straks lossen we ook ons waterprobleem nog wereldwijd op. Dat zou toch fantastisch zijn. Als je ziet dat daar in de woestijnen zonnepanelen helemaal vol liggen, en dat als die zonnepanelen ook nog eens een keer water kunnen genereren, als je het even helemaal zou doortrekken, dan zou je daar misschien ook weer eens een irrigatiesysteemtje op kunnen aanplakken. Nou, zo zijn er ook ontwikkelingen. Ab Verheggen is zo'n kunstenaar, zo'n klimaatkunstenaar, die heeft zo'n ding ontwikkeld. Dus het bestaat al, het kan al. Alleen op een of andere manier weten we dat nog niet heel goed in ons leven te integreren. Wat jullie net ook zagen in dat filmpje van 1998. Iedereen dacht, hou dat toch op, bellen en dan op de fiets. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Nou, tegenwoordig gebeuren er meer ongelukken op de fiets dan ooit tevoren. En waar komt dat door? Nou, maar alles heeft ook te maken met de mensen en de organisatie. Want techniek kan wel heel veel, maar we zitten met elkaar ook in een organisatie in de watersector. En die watersector is op een bepaalde manier georganiseerd. En die organisatie, dat is wel echt eentje die heel belangrijk is, omdat dat ook steeds meer fluïde moet worden. Je moet steeds sneller informatie delen, je moet steeds sneller laten zien waar staat mijn dijk voor en waar ben ik nou mee bezig. En dan zie je dat dat landschap ook totaal aan het veranderen is. Dus eigenlijk los van wat we eigenlijk aan het doen zijn, is onze hele manier van werken gewoon veranderd. Onze hele manier van met elkaar communiceren. Het gaat over networking. Kijk, als ik kijk hier naar wat is ook alweer die pointer, die bovenste? Hier, networking. Je hebt publishing, sharing, messaging, discussion. En, oftewel, je doet eigenlijk alles met allerlei verschillende netwerkvormen om met elkaar een discussie te voeren over wat gaan we nou doen. Je bent met elkaar aan het WhatsAppen. Je hebt tegenwoordig allemaal WhatsApp-groepjes waar mensen even snel dingen delen. En dat kan. En je hebt natuurlijk dat voor de inspectie ook. Dus waarom zou je dat niet ook veel meer ook in je organisatie breder willen gaan trekken? En dat betekent dus dat je ook in die dijk kan meten. En dat je dus ook ziet wat er al in de dijk gebeurt. En ik zie ook dat heel veel inspecteurs inmiddels al veel meer met een tablet of een laptop dingen gaan kijken en meten en waterstanden bekijken. Alleen wat er nou gebeurt, is dat er heel veel data wel beschikbaar is, maar dat het ergens het ontsluiten en het koppelen in de hele keten, dat daar gewoon het probleem zit. Dus alle data is er wel ergens, maar hoe kom je dat nou heel slim op de juiste plek te krijgen op het moment dat jij het nodig hebt? En dat is denk ik voor de meeste van jullie een herkenbaar probleem in de organisatie. En daar zou ik wel ook de aandacht naar uit willen gaan, om juist ook eens te kijken, hoe kunnen we nou die organisaties met elkaar laten verbinden? En dan kunnen we die afdelingen nou een beetje met elkaar kunnen crossen. Want kijk, dit kunnen we al. Dit bestaat al, dit doen we al. Er zijn een aantal parameters die je kan meten. Nou, en dat betekent ook dat we volgens mij met elkaar verder kunnen. En dan kunnen we eigenlijk dat bruggetje al een beetje slaan, Hanneke. Want ik zie namelijk wel mogelijkheden. En dan zal ik jou even, als ik over het bruggetje kom, dan met de pointer, dan kan ik jou dit ook meteen geven. Kijk, kom je over de brug? Dan kom ik echt over de brug. Nou, ik kan me hier helemaal bij aansluiten. Want waar ik zelf soms een beetje een... aversie wil ik niet zeggen, maar een beetje een kriebelig gevoel krijgen bij alle technieken en moeten we het niet gewoon bekijken. Geef Peter aan, ik hou van gadgets en volgens mij kun je daar superveel mee doen. Nou, dat zie je ook 2016 en verder.
Volgens mij gaan we heel ver komen. Voor de zorgplicht moet je alles vastleggen. We gaan bezig met een bloemrijke dijken. Daar wordt een handreiking voor gemaakt. We hebben de NEN 2767 die steeds vaker in beeld komt. En wat je verder ziet, opvallend. Ik heb het al gezegd, de markt en de overheid doen het samen. Nou, ik geloof dat dat een ontzettend krachtige manier is om het te doen. Peter en ik kunnen jullie vertellen over van alles. Maar ga straks vooral ook lekker op die markt rondkijken. Want daar zijn de allernieuwste ontwikkelingen te zien. Er zijn ervaringsverhalen uit het andere werkvelden en uit andere landen. Nou, Vera gaf er een heel mooi voorbeeld van. En dat is de afgelopen jaren ook veel meer gebeurd. Nou, ik zou zeggen, hou dat vooral vast. En de vele vormen van visuele inspecties die we veel sterker kunnen maken. Ook nog met meetgegevens. Er is, ik denk dat het al een jaar of 10 geleden is geweest, gezegd door Henk van het Land. Van, goh, het boerenverstand is hartstikke goed. Moet je zeker gebruiken. Maar het is nog beter als je het hebt gevalideerd. Hou die even vast. Doe je dijkinspecties binnen, buiten, met meetgegevens, visueel. Maar ik wil hem toch nog even laten zien. Als we eerlijk zijn, hè, visuele inspecties anno 2017 zijn niet meer van deze tijd. Nou, volgens mij staan we hier samen op de brug. En heb ik het gevoel dat we hier een ontzettend mooie overbrugging en samenwerking hebben. En ja, ik ben eigenlijk heel benieuwd waar wij over 5 jaar staan. Ja, ik ook. Dank je. Dank je wel. Dank. Dankjewel, Peter en Hanneke. Een heel inspirerend verhaal. Ik ben nog wel benieuwd, want jullie reiken elkaar de hand aan het eind. Maar toch, ik hoor Peter zeggen, ja, er moet echt nog wel heel veel gebeuren. Die wereld van die gegevens en eigenlijk die organisatie zelf zijn nog heel ver uit elkaar. Dus heb je er nou vertrouwen in of niet? En dat zou ik eigenlijk ook wel van de zaal willen weten. De kloof die Peter nog schetst, hè? Wie denkt dat we dat makkelijk kunnen overbruggen? Niemand? Ja. 1 iemand. 2. 2. 3, 4. Het worden er iets meer. Ik zou aan die meneer met dat witte overhemd, daar. Mag ik een microfoon? Die meneer zit, ja. Wilt u even gaan staan? Anders komt die microfoon daar niet. Even vragen, wie bent u en wat doet u? Sorry, meneer Wentelt. Wie bent u en wat doet u? Ik ben Jan Willem Uwenhuis van het waterschap Noorderzijlvest. En daar ben ik beleidsadviseur waterveiligheid. Maar tevens ook projectleider van LifeDeck XL. Dus in die zin kennen Peter en ik elkaar heel goed. En ik ken en weet ook het nut en de baten die je hebt bijvoorbeeld van het Dijkdata Servicecentrum. En met name ook juist de combinatie wat je hebt van digitaal registreren in je kering en visueel inspecteren. En juist die twee combineren met elkaar. Dat levert een schat aan informatie. Continu als extreme omstandigheden. En dus in die zin is er gewoon heel veel van je technische gegevens die je nog kan inwinnen en kan overbruggen. En ik zie daar heel veel winst in. Het is wel lastig om collega's over te halen. Maar ik zou zeggen, doe het. En dus wat dat betreft zie ik zeker wel mogelijkheden. Ja, dus de vraag is eigenlijk, waarom moeten collega's nog overgehaald worden? Want ik zou eigenlijk wel iemand anders willen horen die zegt, nou die kloof, ik vind hem zo groot. Ik zie het voorlopig niet gebeuren. Wie durft die stelling aan? Daar. Hij is een dappere. Oh, dan pakken we die andere microfoon af. Maar... Wie bent u? Harmen Faber, Rijkswaterstaat Midden-Nederland, adviseur waterveiligheid. Ik ben al een jaar of 15 mee bezig met waterveiligheid. En deze, ja, de eerste inspectiedag heb ik ook meegemaakt. De hele ontwikkeling van inspectiemethodes en technieken heb ik met grote vreugde mogen zien gebeuren. Maar waar het aan mankeert, dat is een stukje organisatie op het gebied van datamanagement. Gegevensbeheer is 3 keer niks. Op het ogenblik Rijkswaterstaat, ik praat het eigen ervaring, doen inspectierapportjes, opdrachten aan adviesbureaus. Die schrijven een rapportje in hun eigen format, dat verdwijnt bij ons onder in de la. Of in een of ander archief waar het niet meer uit terug te vinden is. Databeheer is niet op orde. Er zijn ook geen afspraken over op welke manier bedrijven inspecteren, inspecties doen en digitaal aanleveren. Geen afspraken over metadata. Ja. Dat is de grote bottleneck en de prioritering binnen Rijkswaterstaat in middelmanagement, die ontbreekt ook heel sterk.
Dus eigenlijk wat je zegt, ik geloof wel wat er gezegd wordt over de kansen die het heeft, maar ik vind de belemmeringen nog wel heel groot. En dat zit hem vooral in het, goed omgaan met de gegevens. Daar wil jij vast wel op reageren, denk ik, Peter. Nou, er is nog een tweede belemmering, dat is de organisatie, van de uitvraag. Die ene vind ik nog wel genoeg. Even Peter. Nou, ik wil er zeker op reageren. Ik herken het heel erg. Het is inderdaad het hele databeheer, het is best wel complex geworden. En de data groeit exponentieel. En volgens mij hebben we dat een beetje onderschat. Ja. En we hebben dus heel veel databases liggen. We hebben heel veel harde schijven. We hebben heel veel nieuwe servers. En we kopen allemaal mooie ICT-dingen. Maar er is geen overal afspraak over hoe gaan we nou als waterschappen dat onderling nou eens goed doen. We hebben zo'n dijkdata service center hebben we ook gelanceerd om te kijken, kunnen we het daarna allemaal centraal opslaan. Maar ook dat blijkt dat het ingewikkeld is. Omdat elk waterschap, Rijkswaterstaat, andere partijen het toch weer met andere formats werken, met andere programma's werken, op een andere manier opslaan. Ja. En daarmee maak je het wel heel ingewikkeld. Heel herkenbaar verhaal. En daar moeten we wel met elkaar wel over in gesprek blijven. En dat gesprek vind ik wel moeizaam. Dus waarom hou jij dan toch geloof? Ja, omdat ik ook zie in 1998... was het ook zo. En volgens mij hebben we gewoon meer tijd nodig. En volgens mij moeten we met elkaar het ook echt in een gesprek blijven gaan van wat is dan die stip op die horizon en waar gaan we naartoe. Mm-hmm. En dan moeten we wel ook stappen gaan blijven zetten en blijven bewegen. En niet denken van nou, zo'n piepding in mijn zak, die heb je al. Ja. Dus, waarom zou ik altijd bereikbaar willen zijn? Exact, ja. Dus ik denk dat we daar nog wel met elkaar, als we daar blijven door in geloven, daarom geloof ik er wel in dat we over 5 jaar daar echt wel, dat visuele inspectie, niet of het er zo uitziet, maar wel dat het op een andere manier georganiseerd kan zijn. Peter? Nou ja, ik luister hiernaar en ik denk dan bij mezelf, vroeger was volgens mij het adagium meten is weten. Maar dat is niet helemaal waar. Alleen het meten, het hebben van de cijfers of de data, het moet natuurlijk informatie worden waar ook wat mee gebeurt. Exact. En en ik luister naar u en ik denk, hey, daar zit kennelijk toch nog een soort bottleneck. Maar waar zit het hem dan in? Kunnen jullie het niet overtuigend brengen in de lijn, hetzij bij het waterschap of bij Rijkswaterstaat, naar waar de beslissingen hierover worden genomen? Waar schort het dan aan? Want u heeft een duidelijke visie erop. Ja, het is inderdaad een organisatievraag. Het schort aan een sense of urgency voor de organisatie van het databeheer. Maar het schort ook aan een tweede ding, de uitvraag, de organisatie van de uitvraag. De informatiebehoefte. Bedoelt u? In die zin wil je gebruik maken van slimme technieken, zoals drones en satelliettechnieken en dergelijke. Dan heb je een bundeling eigenlijk nodig van die uitvraag, anders kan het commercieel niet uit. Wanneer ik voor mezelf, mijn eigen dijken, een inspectieopdracht doe, dan gaat dat nog steeds op de klassieke manier. Maar zou je dat met meer partijen doen, dan kun je bijvoorbeeld samen een opdracht voor satelliettechnieken gaan doen. Ja, en verschillende soorten inspecties combineren, dus, dat is natuurlijk ook nog een idee. Wanneer je de uitvraag opschaalt, dan loont het ook meer om een opdracht aan de marktpartij te geven om een slimmere techniek, een drone-techniek, noem maar wat, verder te ontwikkelen, zodanig dat er gegevens uitkomen. Zou ik me vragen, is dat bij het hoogwaterbeschermingsprogramma, is dit een onderwerp? Ik zie hier Erik Kraai zitten. Ja, ja. Als je op de eerste rij zit, krijg je vragen. Nou, de achterste ook wel eens. Nou, het is natuurlijk zeker een item. Want hij verstaat Erik, dan kunnen ze je achterin ook. Kent iedereen Erik? Het is zeker een item, want we gaan de komende jaren natuurlijk heel veel doen aan die dijken. We gaan heel veel investeren, dus we moeten wel de goede beslissingen nemen. Er is heel veel geld voor beschikbaar. Er is ook veel kennis, dus we moeten die data ook op orde hebben. Vanochtend hebben we daar juist nog een gesprek over gehad, voorafgaand aan deze dag. Dus er zijn ook veel initiatieven vanuit de sector om te kijken of we die informatie op een hoger niveau kunnen krijgen en daar met elkaar afspraken over kunnen maken. Maar Erik, daar wil ik graag nog wel iets aan toevoegen. Wat ik merk is dat de focus heel vaak vanuit het HWWP voortkomt. We kijken dan toch eigenlijk wel heel specifiek naar een soort van aanleg. Terwijl nu met zorgplicht, dat is wat we gisteren ook ontdekten, ook in dat kader moet je inspecties doen. En ik zie dat is volgens mij ook wat die meneer net bedoelde. Het zijn allemaal verschillende uitvragen en als je niet oppast, verzamel je ook nog verschillende gegevens. Dus die samenhang zou wat mij betreft ook wel wat mogen verbeteren. Dat is de komende jaren heel veel dingen bij elkaar. Een nieuwe beoordeling die vraagt om informatie. Precies. Een zorgplicht die vraagt om meer aandacht van de beheerder. Een omvangrijk investeringsprogramma, het hoogwaterbeschermingsprogramma. Dus we moeten met elkaar kijken of we daar een gezamenlijke actie van kunnen maken. En dat bedoelde ik ook in de sessie die we voorafgaand aan deze hadden.
Die ging over de informatievoorziening in de hele sector, door alle segmenten heen. Ja, ja, ja. Ja. Want volgens mij hebben we tot 2028, doet even uit mijn hoofd, 9 miljard of zo. Voor, ja, een grote en dan, hè, ja. Dat gaat dan nog en door tot 2050. Nou, hebben we daar 1% of 5% voor dit soort vragen van opzij gezet? Of is dat een onhandige vraag? Dat is een vraag? Moeilijke vraag. Nee, dat hebben we niet. Dus dat hangt nog sterk. Dus ik herken de vraag van de collega van Rijkswaterstaat zeker, dat we dat nog niet voldoende aandacht hebben gegeven. En nog niet, of het een budget moet zijn of een andere afspraak, dat laat ik even in het midden. Dat hebben we nog niet gedaan, dus die aandacht heeft het nog niet. Maar die krijgt het wel met allerlei ontwikkelingen, is mijn voorspelling, rondom zorgplicht, rondom beoordeling, rondom versterking. Omgevingswet? Nou, omgevingswet. Ik zie achterin nog een vraag, Ellen. Iemand die heel graag... De laatste vraag, denk ik. Ja, hoi, Detma van Rijkswaterstaat. Hele mooie presentatie en het is ook leuk om naar het verleden terug te kijken. Maar ik vind het ook wel interessant om jullie uit te dagen naar de toekomst te kijken, dan over 20 jaar. Nou wordt dit opgenomen en het zou mooi zijn als je met pensioen gaat over een jaar of 20, 30. Dat we jou terugzien hier met allemaal jongelingen in de zaal. En dan wil ik weten, hoe ziet de inspecties er dan uit? Dus over, hoe oud ben je nu? Nou, dat is wel een hele confronterende vraag. Nee, ik ben op zoek naar de visie die jij nu hebt. Peter, titulaar van de toekomst. Wat zeg jij, hoe ziet de inspectie eruit? De titulaar, ja, ja. Misschien heb je dan net zo'n baard. Ja, dat zou wat zijn, ja. Ik heb wel een plaatje in mijn hoofd. Ik geloof serieus, over 20 jaar... dat we dan echt ook wat betreft satelliet en drones... maar ook als het gaat over totale andere manieren van meten en monitoren... dat die gegevens gewoon beschikbaar zijn. Dus dat je echt veel meer piketpaaltjes als het ware hebt in je dijken... die vervolgens automatisch de informatie geven die je nodig hebt... en alleen maar dingen doen op het moment dat er iets dreigt mis te gaan. En dat je preventief kan handelen op de momenten dat er iets gaat gebeuren. Ik geloof echt dat dat kan. Heeft elk waterschap dan ook zijn eigen satelliet? Dat ze met een joystick... Nee, we doen niks meer aan waterschappen dan, jong. Oké. Okay. Misschien moeten jullie later nog even verder praten. We hebben dan gewoon een watersector. Het staat op beeld en over 20 jaar... Over 20 jaar hebben wij één watersector. Hartstikke mooi. Yes, we can. Yes. Nou, Peter en Hanneke, dank voor dit hoopvolle visioen. Daar gaan we heen.